zo'n foto van je maken. Wat denk je dan dat mensen denken dat je doet? Drugsdealer. Zij je? Goedemiddag. Hi. Ik sta hiernaast. Lisanne. Hoi Lisanne. Ik vroeg me af, wat voor werk jij doet? Ik ben leidinggevende in een kledingwinkel. Okay. En wat denk jij, als mensen jou zo zien, wat mensen denken wat voor werk je doet? Vandaag... graphic designer, denk ik. Ja, lekker creatief. Ja. Creatief oudje. Ja. Ik sta hiernaast. Carlos. Hi Carlos, ik vroeg me af of wat jij denkt, wat er in je opkomt, wat voor werk deze dame doet. Rijinstructeur. Rijinstructeur? Oh. Nee, ze is winkelmedewerker. Okay. Wat voor werk doe je zelf? Ik ben sinds een ververij. Dus, je bent schilder? Juist. Als mensen jou zo zien, als we zo'n foto van je maken, wat denk je dan dat mensen denken dat je doet? Productiemedewerker. Hoor. Productiemedewerker? Ik sta hiernaast. Maria. Hoi Maria. Hoi, hallo. Wat denk jij dat deze persoon voor werk doet? Het eerste wat in je opkomt. Ik denk in iets met mensen wel. Ik denk dat hij met mensen werkt. Iets in de zorg of zoiets. Nee, hij is schilder. Schilder? Ja. Oh, lauw. Vet. Ja, en wat voor werk doe je zelf? Ik werk op twee dingen. Ik werk in de ouderenzorg. Ja. En ik werk bij Randstad ook, toevallig. Echt? Wat doe je via Randstad? Ik werk bij de Doelen via Randstad. Wat gaaf. Nou, Randstad voor al je banen. Vroeg me af wat jij denkt. Wat voor werk deze jonge dame doet? Dat is een social media content manager. Omdat ze er zo goed uitziet natuurlijk.